Het werken in een team vind ik super gaaf, maar ook weer ben je ook weer heel zelfstandig bezig. Ja, en ook het contact met de patiënten vind ik gewoon heel, heel mooi, heel bijzonder. En ja, dat maakt het voor mij heel mooi. Wij doen de dialysebehandelingen en ik zou eigenlijk niet weten wie dat anders moest doen. Het is echt een specialisatie en ja, dat maakt het ook wel heel gaaf. De mensen komen voor een nierfunctievervangende therapie. En dan wordt hun bloed gezuiverd van alle afvalstoffen en eventueel vocht verwijderd. Dat ligt aan de type patiënt ook. Ik hou wel van ook persoonlijke interactie met de patiënt. En daarbij mag je soms wel iets meer van jezelf laten zien dan, ja, dan bij een ander. En ik krijg er ook veel van terug. De oprechtheid, de eerlijkheid. En dat maakt het ook heel afwisselend, hè? Juist die connectie. En dat vind ik wel, voor mij is dat persoonlijk een hele toegevoegde waarde, hier werken. Eigenlijk hebben we best wel mooie werktijden. We beginnen 's ochtends om 7 uur en we werken tot 3:30 middags. En dan hebben we een late dienst van 11:30 tot 8 uur. Dus in principe daarna ben je ook altijd vrij. We werken wel met bereikbaarheidsdiensten. Die heb je gemiddeld zo'n 2 keer in de maand. En de weekenden werken we alleen op de zaterdag. Qua sociale verplichtingen ook heel prettig. Als ik een keer een verjaardag heb in het weekend en ik heb een late dienst, kan ik aansluitend. Het is niet tot 11:00 s'avonds, dus ik vind het best wel aantrekkelijke werktijden. Ik vind het fijn dat collega's, als er iets is, dan staan ze er. Dus je hoeft maar om hulp te vragen, dan gebeurt het gewoon. En dat is wel heel fijn. Ook als er dingen gebeuren, bijvoorbeeld een reanimatie of het loopt niet goed af. Dat er gewoon wel de steun en contact is van hoe gaat het met je. En dat ervaar ik wel als heel fijn en heel veilig. We hadden laatst op zaal, kwam de dokter binnen halverwege de dialyse. En die meneer kreeg te horen dat er op dat moment een niervorm was. En waarbij dus de hele groep kippenvel kreeg, hè, inclusief wij. En die mocht ook direct na dialyse spullen pakken en door naar Nijmegen voor zijn donornier. Dus dat zijn eigenlijk hele mooie gebeurtenissen. Dat heeft wel invloed op je. Dat doet wel iets met je. Dat je denkt, yes, dat vind ik heel mooi. Ja. Als je hier komt werken als leerling, dan word je zeker niet in diepe gegooid. Je krijgt 2 werkbegeleiders. Ja, er wordt wel verwacht dat je een proactieve leerhouding hebt. Maar voor de rest is het echt een veilig leeromgeving waarbij er heel veel ruimte is om te leren. Ja, ik vind vooral de afwisseling vind ik prachtig. Ik vind het contact met de mensen geweldig. En soms het onvoorspelbare vind ik eigenlijk ook wel heel mooi om daarop te anticiperen, daarmee bezig te gaan. Ja, en het hele plaatje maakt het voor mij heel mooi. Ja.